Rogier, allereerst van harte gefeliciteerd met je contractverlenging. Had je dat zien aankomen? Ja, dankjewel allereerst. Voor de buitenwereld is natuurlijk de beslissing gisteren genomen, zou ik maar zeggen. Maar ik wist het al iets langer. En natuurlijk praat je met de club en in dit geval met Ted over het vervolg, over de toekomst, over volgend jaar. En uiteindelijk wist ik al wel dat we daarin met elkaar verder zouden gaan. En het is aan de club ook om dat te communiceren en dat is gisteren gebeurd. En ik ben er heel blij mee en mooi vertrouwen voor de toekomst en daar gaan we weer aan werken. Jullie komen net uit de interlandperiode. Is hij hier goed uitgekomen? Ja, zeker. Alleen Rangelo was op pad met Curaçao. Die is prima teruggekomen. Wij hebben gespeeld bij Heracles. Uiteindelijk gewoon een goede wedstrijd gespeeld, 2-2. Waarin veel jongens hebben kunnen spelen. Blessures zijn eigenlijk alleen Rens. En dat gaat heel goed. Er zijn herstelverloop voorspoedig. Dus die verwacht ik binnenkort er weer bij. Jullie hebben net een weekje rust op zitten. Was je daar aan toe? Of? Ja, in de landperiode is wel even lekker. Zeker na die nederlaag van Os. Gewoon even alles op een rijtje zetten. En weer met alle neuzen de goede kant op wijzen. Ja. En dan nu door naar Almere. En Almere, wat vraag je van die wedstrijd? Ze doen het goed. Ja, trouwens, afgelopen wedstrijd wel wat minder, maar ze doen wel bovenin mee. Dus stugge tegenstander, sterke spits, dus we kunnen ons borst nat maken. Waar liggen de kansen voor jullie, denk je? Wij denken dat in de opbouw bij ons is vaak goed verzorgd. We hebben druk zetten we geanalyseerd van Almere City en wij denken dat er wel kansen te vinden zijn. Dus vooral opbouwen naar voren komen, via de zijkant weer de as in proberen en... Dan moet voor de goal komen en scoren. Ja. Ja, Bart zei net al, alle neus staan de goede kant op voor de wedstrijd van morgen. Zijn er verrassingen in de opstelling? Of? Nou, dat denk ik niet. Er zullen niet veel verrassingen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk vind ik ook dat we tegen Os niet het niveau gehaald hebben wat we moeten halen. Alleen, wat ik al zei, die wedstrijd hebben we wel kunnen winnen. We hebben voldoende gecreëerd. Dat hebben we met spelers gedaan die daarvoor ook die wedstrijd hebben gewonnen. Dus daar zal niet heel veel in veranderen.